En dit is dan een stukje in München. Want ook daar liggen de wisselverwarmers van Ronald Molenbroek langs het spoor. Het bedrijf uit Maarsen is wereldwijd bekend en staat de komende dagen op de vakbeurs in Amersfoort. Dus al jaren wordt dat werk als bedrijf in Maarsen al eraan om die spullen aan het spoor te zetten. Ja. De beurs is bedoeld voor iedereen die iets met het spoor te maken heeft. Edwin Vollebrecht is een van de bezoekers en wil meer weten over het bedrijf van Ronald. Duitsland of heel Europa? Of, wij doen in principe heel Europa, heel de wereld. In China doen we het ook. We zijn in Japan bezig geweest ook met ook gaswisselvormen, maar met name ook elektrisch. Ja. Maar wat dat betreft wel wereldwijd een markt. Dan. Ja. Aan Edwin Vollebrecht heeft Ronald geen goede klant. Hij is onderzoeker aan de TU Delft en is vooral nieuwsgierig naar het systeem. Ik wist wel dat ze er waren, maar ik heb ze nooit echt gezien. Dus het is nu leuk om ze in praktijk ook te zien hoe ze in elkaar zitten, hoe ze werken. En dat legt Ronald met alle liefde nog een keer uit. Om dat goed te doen gaan ze naar buiten voor een demonstratie. Zodat je ook echt kan voelen wat is dan wisselwarm. Ja, nu is hij nog niet aan, hij staat nu nog uit. Ronald en zijn collega's hebben de afgelopen winter overuren gedraaid. In Maarsen wordt de wisselverwarming niet alleen gemaakt, het wordt daar ook opgeknapt. Nu de lente is begonnen, zou je zeggen dat ze even op adem kunnen komen. Nou, juist niet, want we beginnen nu alweer te werken om voor het volgende jaar alles weer zorgen dat het tiptop bij ligt. Dus we zijn alweer druk bezig om ook voor bepaalde zaken weer op gang te krijgen. Het onderhoud van de wisselverwarming heeft jaren tekort geschoten. Ronald en zijn collega's zijn nu bezig met een inhaalslag. En ook als je dan naar boven kijkt naar de luchtschittering. En dat verwarmt dan het hele wissel. Als je goed oplet, zie je overal langs het spoor wisselverwarmers liggen. Het is trouwens geen nieuwe uitvinding. Wisselverwarming bestaat al jaren. Ja, het is eigenlijk een soort terrasbrander idee. Ja, terrasverwarmingsidee. Alleen dan wat professioneler. De komende maanden worden de verwarmers nagekeken in Maarsen. Voordat de herfst begint, moeten ze weer in het spoor liggen. En hopelijk is het dan echt winterklaar.